NAKPRAAT wordt mede mogelijk gemaakt door Fanzine de Rad. Breda nu is NAKPRAAT. Ja. Ik deed even een verkouden Jury na. Het is de mist horen, hè? Het is een beetje mistig buiten. Het is maar een beetje, ja. Ja. Klinkt ook, een petje klinkt nou ook een beetje als een mist horen thuis. Het ligt thuis op de bank. Heb ik gisteren gezien. Aha. Was niet best. Hij lag toch wel onder een dekentje, hè? Onder een dekentje. Nee, dat is goed. Dat is... Onder een dekentje, 100%. Gelukkig. Nou, vanuit hier natuurlijk beterschap voor hem. Ja, inderdaad. Wij wensen Jury enorm veel sterk doen. Een hele jawel. Treurig begin van de uitzending. Stay strong, petje. Wij stralen warmte uit, hè? Dat zo zijn wij, hè? Ja, hij ook op dit moment. Hij is vuurrood volgens mij. Oh. Koos, maar nee, die komt er wel weer bovenop, hè? Sterk gestel, hè? Die mannen van NAKPRAAT, die kunnen wel tegen een stootje. Die mannen van NAKPRAAT. Dus, alcohol dood bacteriën, hè? Ja, ik ben gisteren trouwens ook met die NAKselectie op pad geweest. Ik ben eerst naar Jury geweest. En daarna ben ik met die NAKselectie op pad geweest. Dus als maandag ze allemaal schuitend op de pot zitten bij Jong PSV, dan komt door Jury en door mij. Ja. Dus bij deze al mijn excuses hiervoor. Ja. Was wel een leuke happening, vond ik. Ja, we kunnen het straks even over hebben, zeg maar, in het tweede item, John. Ik vind het wel goed. Daar hebben wij wel leuke dingen gezien, want je hebt jouw deel... Ik heb ook minder leuke dingen gezien, maar ik heb ook leuke dingen gezien. Ja, ik heb ook wel minder leuke dingen gezien. Maar over de minder leuke dingen zal ik niet al te veel uit. Nee, dat doen we intern. Zo netjes, hè? Dat weet je intern ook wel. Maar ja, dat zul je altijd zien. Dat heb je bij elke selectie wel. Dan denk ik van, je denkt van, oh... Ja, dat klopt. Dat kom je overal tegen. Maar dat kunnen we zo wel eens even bekijken, want... Oh. Sinterklaas heeft wel wat dingetjes voor ons uitgepakt, hè? Afgelopen vrijdag. Ja. Mooie rode kaart voor Den Bosch. En uiteindelijk weten we te winnen en een clean sheet. Eh? Ja, was dat voor het eerste seizoen? Ja. Ja, zo, kijk. Dubbel feest. Houden wij gewoon de nul tegen Den Bosch, hè? Ja. Nou, hè. Ja. Hey, hoe moeilijk is dat, hè? Wie had daar gedacht, hè? Ja. Hey, ik ben blij dat jij er weer bent, Sander. Dankjewel. Want we weten op het moment dat je Jury uitvalt of iemand anders uitvalt, dan weten we... Oh, Sander, heb ik tijd? Ja. De paniek sloeg even toe en dan komen we wel bij Sander aan. Ja. Dan krijg je weer zo'n appje van, ben jij beschikbaar? Ja. Nou, vooruit dan mooi. Thuis wel even ruzie maken. Ja, thuis ruzie maken. Nee hoor. Die zijn niet zo moeilijk. Je waren er snel aan uit, hè. Ja, daarom. Nee, heel fijn. Want dat betekent ook weer dat we weer ook iemand hebben die echt heel... scherp analytisch naar die wedstrijd van afgelopen vrijdag heeft gekeken. Heel de wedstrijd gezien heeft. Heel de wedstrijd moeten kijken. Heb jij hem helemaal laten gezeten? ja, ik ook hoor, maar... Het is echt zo. Oh. Ja, dan heb je als je radiocommentaar moet doen. Ik kan je moeilijke stilte van een half uur laten vallen, omdat het er niet uitziet. Ja, dat had best gekund. Dat was de wedstrijd wel, gaf er wel aanleiding toe. En dat er wel eens een medaille voor gekregen. Dat je de wedstrijd uitgekeken hebt van NAC. Nou, ik zou zeggen, nomineer me dan maar. Want wat dat betreft... de eerste zelfs was zwakst. Hè? Geen kansen van beide ploegen niet. Ja, één kans. Die liet de bal zo voor zijn voetjes heen schieten. Nou, zo waar een goede voorzet van Kuipers. Ja. Inderdaad, maakt hem niet af. Nou, dat was de eerste helft. Ja, dat zou eigenlijk doen we straks klaar, de tweede helft. Ja. Doen we 5-8. Hè? Oh. Pedi, bedankt voor de koffie. Hij is weer heerlijk. Heerlijk, Kobi. Heerlijk. Ik zal hem eens lief aankijken zo. Ja, dan moet je wel even verdienen. Hè, ja, dat is ik zo. Dat is ik zo. Oh, yes. NAKPRAAT Radio, zijn we vergeten te zeggen. En uitzending nummertje 532 al meer. Ik ben de tel kwijt. Ja, nou, gelukkig hou ik het even bij. Hey, dat is goed. Dat is maar goed ook. Nee, die raken we niet kwijt. Dat is een heel zeer waardevol nummer. Volgens mij zijn er maar weinig podcasts in den landen. Een wekelijkse podcast die al op 532 uitzendingen zit. Dat bedoel ik. Nou, daar gaan we nog eventjes een poosje mee door, hè? Ja, goed zo. Vind ik wel. Zeker. Mooi zo. Hey, laten we eens even kijken naar dat draaiboek. Vertel wat naar onze speciale artiest van de maand gehad, hè? Ja, even kijken. We gaan terugkijken naar NAK Den Bosch van afgelopen vrijdag. De status van de selectie. Hoe verkeert hij daarin? En het verhaal met daarmee... meegepakt van, ze zijn in het museum geweest, in de toren, bij de SV, KMA en Old Dutch. Ja, noem alles maar op. We hebben de Grabbelton nieuws. Ja. We gaan vooruitkijken. Met de Grabbelton nieuws zag ik een leuk jeugdcomplex. Ja, oh, je hebt er een pareltje. Een cliffhanger jeugdcomplex. Nee, die heeft zijn best weer gedaan. Ja, er is een of andere zeer creatieve ambtenaar geweest die dacht van, dat moet ik eens even doen. Ja. Kijk, en we gaan vooruitkijken naar de wedstrijd van maandag. Niet van morgen, maar van maandag. Voor degenen die het nog niet weten.
We moeten maandag moeten wij naar Jong PSV. Ja, en volgens nog, hè, ik heb op de ESPN-site gekeken, die tv-gids, en ik kom ons nog niet tegen. Er is één wedstrijd uit de KKD die live is. Ja? Dat is iets met de Graafschap of zo, met een of andere. Geen idee. En NAC, er staat, volgens mij, het staat nog ineens ook niet eens een schakelkanaal aangegeven. O jee. Nee. Dus volgens mij... Dan kunnen we weer pech hebben. Kom niet eens in beeld. Dan zou ik zeggen... Alle ballen op 076 ja, Radio. Inderdaad, degene ja, die niet kan, allemaal luisteren naar 076 Radio. Dan krijg je deskundig verslag. We zijn er weer met twee man sterk. Ja, dus, goed zo. Goed, heel goed. Klasse. Lekker commentaar door een geel-zwarte bril. Heerlijk. Ja, heerlijk. Mooi zijn, en anders gaan we met Radspots Live toch eventjes kijken wat er misschien mogelijk is. Maar ik weet niet of de Peli is er niet bij. Dus dan... Ja, wij lopen zelf niet zo hard. Nee. Als we het om zwaait moeten doen. Peter doet altijd zware werk voor ons. Dus we gaan daar eens even kijken wat we daarvoor kunnen betekenen. Mooi. Ja. Ja. Hey, oh, maar, even kijken waar we nog meer hadden. Ja, wat kaartverkoop. Ik heb een halve seizoen. Ja, er zitten wel wat informatie. Kaartverkopen, Rachet, Omarsson. Staring met zijn... Staring. Er zijn ook weer dingen van gevonden. Leemans, ja, die weer uitvalt. Ja, Klintje. Ja. Goeiedag. Half seizoenkaarten, noem alles maar op. Daar gaan we het allemaal over hebben. Volop. Maar we zouden... Nou, trouwens, leg jij maar op. Ja, we zouden eigenlijk volgende week zouden we met de pokes gaan beginnen. Ja. Maar wat is er vandaag gebeurd? Ja, meneer McGowan is... Shane is er tussenuit geknepen. Onze Shane is vandaag... Ik geloof dat het ook echt vandaag was, hè? Ja. Natuurlijk al langer... Ik vond het al een godswonder dat hij dat hij leefde. Dat hij nog leefde, hè? Ja, want, ja. Dat was, hij was al heel hard achteruit aan het gaan. Ja. En het was een niet al te beste kwaliteit van leven. Nee. Maar die is vandaag van ons heen gegaan, de zanger van The Pokes. Zijn leven zag er ongeveer uit hetzelfde als zijn gebit. Ja ook, inderdaad. Ook niet. Nee, dat zag er niet uit. Nee, en, nee die, was, ja, die heeft wel een bijzonder leven achter de rug. Maar nogal. Nagelaten met prachtige muziek. En ja, dat wel. Prachtige zang. Muziek. Prachtige zang. Ja. Zijn eigen soort zang, zal ik het zo zeggen. Ja, die man had een heel aparte stem, vond ik altijd. Heel goed paste bij die muziek. Ja, prachtige vertaling steeds. Klopt. Ja, we zouden eigenlijk volgende week met onze jaarlijkse kerstplaat, die we dan elke donderdagavond draaien. Fairy Tale of New York. Maar het is wel een aanleiding om het een week extra te doen. Ik denk dat UB40 dat ons wel zal vergeven. Dus ja, neem dat ons denk niet ik kwalijk. Ook. Dat we deze nog een weekje naar voren schuiven. En meer dan terecht. Ben maar niet bang, volgende week draai hem vast weer. Shane McGowan, VRTL of New York, The Pokes. Blijf luisteren naar Akpraat Radio. It was Christmas Eve, babe. In the drunk tank. An old man said to me, won't see. Maar Gowen, de statief van zijn microfoon was letterlijk en figuurlijk zijn steun en toeverlaat. Ja. Die moest hij vasthouden, dat viel jong. Zeker. Ja. Pracht, mens. Kijk, dat bracht toch wel kleuren aan. Echt wel. Hij zong deze plaat trouwens met Kirsty McGall. Hè? Ja, inderdaad. Ja. Moet even gezegd worden. Ja. Is en, ook al een poosje van ons heen. Die ook niet meer leeft, dat klopt. En hij is helaas 65 mogen worden. 65. Ja, ik vind het knap dat hij dat gehaald heeft. Ja, dat klopt. Maar gezien zijn levensstijl. Geleefd voor 165, denk ik. Ja. Ja, maar het is toch heel frappant dat zijn grootste hit deze plaat is. Voor iemand die op 25 december geboren is. Ja, kerstkindje. Ja, mooi, hè? Dus wat dat betreft... Kent hij Ton Lokkers handje schudden? Ja. Ja, inderdaad. Om dan toch weer de NAC-locatie connectie te maken. Link met NAC te leggen. Ja, die is er altijd, hè? Link met NAC. Klopt, inderdaad. Ja. Dat vind ik goed gezonder. God, jongens toch. Nee, nou, volgende week weer. Ja. Mooi eerbetoon. Kan niet mooier dan dit. Fijn dat we dat zo kunnen doen. Jongens, dan gaan we maar eens even verder met de tweede helft van NAC 1 naar Bos. Ja, voor de eerste helft hebben we al gehad. We hebben namelijk één kans gehad. Ja. Ja. En dat was het. Toch? Ja, wat kun je ervan zeggen? Het was achteruit voetballen. Alles terugdraaien. Ondanks dat Omsba erbij staat, die normaal gesproken wel de voorwaartse weet te vinden. Ja, maar die begon ook rondom zijn as te draaien op een gegeven moment. Omgeba is niet iemand die een elftal op sleeptouw neemt. Nee. Die heeft voetbald, ik vind het wel een geweldig goede voetballer. En die lekker vooruit voetbalt, althans wil. Ja. Ik werd op een gegeven moment zo kwaad op Leemans. Die, ik geloof het nou een kwartier. Draaide hij een bal op de eerste helft, draaide hij terug naar Martina. Terwijl heel het veld voor hem lag helemaal open. En denk, wat doe je nou toch maar? Je draait terug. Waarom doe je dat?
Maar het leek wel, ik zeg dat zo is, hè, als ze de opdracht hadden gehad van jongens, hou de nul. Hou de nul, ja, dat is zo, dat wordt allemaal zo apathisch en statisch en lafferig. Want daar sla je het enthousiasme bij het publiek ook een beetje mee plat. Op het moment dat ze zien dat ze weer terug en breed aan het spelen zijn, oh, zo vermoeiend. De frustratie op de tribune dropen vanaf. Het was al zo koud en nat, ja, ook en dan wordt het voetbal ook niet al te verwarmd. De wind stond recht op vak G, dus het was... Voor ons ook eens een keertje geen pretje. Nee. Ik had enorme druppels bier, water in mijn bier. Wij staan met z'n drie pelen, ik ook met z'n vieren, precies onder het scorebord. Ja, ja. En daar kwam enorme druppelvorming. Met, vroeger zat er nog een bak alg bij. Op het begin moment hadden we groene Amstel. we kennen de uitdaging op vak G nou ook. Noordoostenwind. Moet even tegen het werk zeggen dat ze een druppelvanger onder het scorebord moeten hangen. Juist, inderdaad. Gewoon een dakgootje. Ja, een dakgootje. Ja, ik denk dat hij daar bewust wilde wegcijferen. Want op een gegeven moment aan het einde van de wedstrijd, ik geloof dat er nog geen 10 minuten na de wedstrijd was, ging alles in het stadion, ging de lichten al uit en dergelijke. Dus ik denk dat ze dat gewoon niet meer wilden laten zien. Ja. En besparen natuurlijk inderdaad. Dus stemmen allemaal op Rob Jetten. Stonden wij met onze apparatuur op de perstribune en konden we het in het half duister nog inpakken. Dus dat is wel mooi. Bezuinigen, hè, voor de nieuwe keeper, hè. Ja. Denk ik, hè? Want de winterstop wil ons misschien toch wel iets gaan halen, of niet? Dat lijkt me wel. Ja, overigens, licht uit doen, weet wie deed dat ook altijd? Frans Derks. Ja. Vlak na de wedstrijd, hup, hoofdschakelaar om. Ja. En gewoon in donker maar naar huis. We hebben het wel eens gehad dat we achter bij de Beatrix liepen. Dat in één keer kei donker werd. En iedereen zegt, hoop, waar loop ik nu? Maar het enige voordeel was, we wisten hoe het aan de Beatrix staat er een beetje uit. Ja, dus we konden op gevoel, na zoveel stappen, wisten we dan dat we linksaf moesten slaan. Dat ging wel goed. Goede oude tijden. Ja. Hè? Nice. Wat dat betreft. Maar inderdaad, voor het eerst de nul gehouden in de wedstrijd. Ja. En ik dacht toch op een gegeven moment toen Leemans eruit ging en Staring voor hem in de plaats kwam. Denk van, als we een beetje de oude Staring na zijn blessure en zoals hij in het verleden gevoetbald heeft terugkomt, dan gaan we weer wat meer vooruit voetballen. Maar dat moest eigenlijk wachten totdat de volgende wissel plaatsvond. Want we hebben eigenlijk niet heel veel gewisseld, hè? Twee wissels maar gehad. Die Houken kwam er in. Gouden wissel, hè? De gouden wissel, ja. Ja. Fantastisch. En dan zie je toch wat een hele rare voetballers we toch binnen NAC hebben. Want onze grote ster, we hebben hem bijna niet gezien in de hele wedstrijd. Wie bedoel je? Wat denk je? Onze grote ster, ja. Hij wordt betiteld als degene die het meeste voetbalcapaciteit heeft. Janusek. Ja, maar die staat, dat toch over hebben, die staat voor mij helemaal verkeerd. Ja. Die moet echt achter de spitsen op nummer 10. Ja. Nou, hangelen linksbuiten, hè, werd die. Ja, maar daar hoort hij niet zo'n beetje. En je zag hem op een gegeven moment gedurende de eerste helft wel af en toe wisselen met Kuipers aan de rechterkant. Ja. Klopt. Maar dan zie je toch, en ik heb het al een paar wedstrijden gezien hoor. Ik vind Janusek al een aantal wedstrijden achter elkaar niet heel goed voetballen. Niet een hele wedstrijd nak op sleeptouw nemend en strooiend met passes waar hij gewoon heel erg goed in is. Ja. Maar dan ineens tovert hij er dan zo'n bal uit. Die dan eindelijk eens een keer zo'n steekpaas tussendoor. En dan moet ik heel eerlijk zeggen, dat kun je wel zien. Wat de meeste mensen ook roepen. Haugen heeft dan niet veel gescoord. Maar je kunt wel zien dat het een harde werker is. Ja, en dat hij techniek in huis heeft. 100%. Dat hij die bal dan toch hij schiet hem binnen knap en beheerst binnen. Ja. Goed in de draai. Ja, goed in de draai. En inderdaad, perfect gegeven die Janusek. Een beetje Van der Zanden doelpunt. Die deed ook dat. Die kon dat ook goed. De bal in de loop meenemen. En dan, terwijl de bal voorbij kwam, eigenlijk ineens uithalen. Je zag het trouwens afgelopen weekend ook. Van der Zanden maakte hij weer zo'n goal. Ja. En alhoewel dan voor ADO. Ja. Maar dan zie je dat dat toch het gevaarlijk is. Want dan, op het moment dat die bal weer aanneemt, krijgt een keeper weer de mogelijkheid om zich in te stellen op zijn schot. Ja. En nu kwam die verrassend en hard onder hem door. Dus dat zorgt dan toch dat we gelukkig op die 1-0 voorsprong komen. Ja, en goed te ver hoek gezocht. Ja. Ja, kruis links inspelen. Ja. Dat is meestal een goed... Nee, ik kreeg hem van dezelfde kant mee. Dus, en ook een beetje geluk dat je ook niet de beste keeper van Nederland voor je hebt. Hè? Nee. Dat was allemaal een beetje pover, hè? Op alle linies van de Den Bosch. Ja, daar noem je gelijk een punt. Ja. Den Bosch kon NAC geen pijn doen, hè? Nee, helemaal niet. Het enige was, in het begin van de wedstrijd konden we NAC even onder druk zetten. Waardoor ze dus van achteruit niet wisten wat ze met die bal moesten doen. In het middenveld konden ze de bal niet op kwijt. En dus we werden dan getrakteerd op lange ballen naar voren. Wat eigenlijk dus niks oplevert. Want ik kan me nog herinneren van het commentaar dat ik twee spelers van NAC benoemde. En dan vervolgens weer twee spelers van Den Bosch. En dan weer twee spelers van NAC. Want balbezit houden konden beide ploegen geen van beide. Dat viel in een bepaalde periode niet mee. Nee, zeker gedurende het einde van de eerste helft was dat heel slecht.
Maar ja, uiteindelijk denk ik toch dat we tevreden mogen zijn met een 1-0'tje. Het voetbal is niet om aan te zien. Maar ja, ik verwijs dan altijd maar naar het seizoen wat we, het laatste seizoen dat we heel goed gepresteerd hebben. Met Ernie Brands, derde in de Eredivisie. Waren allemaal 1-0 wedstrijden. En het voetbal was ook niet om aan te zien. Ja, dat is dat. En toch op bepaalde momenten hebben we toch zoiets van, oké, als het dan resultaat oplevert en we gaan richting de Eredivisie. Want we gaan langzaam stijgen richting de bovenste plaatsen natuurlijk. Ik denk even uit mijn hoofd dat het nog een puntje of 3 is die we van de nummer 4 positie in de keukenkampioen-divisie afstaan op dit moment. Mm-hmm. Maar, dus de komende periode is gewoon van alles mogelijk. Maar ik sta er niet van te kijken als NAC de komende periode weer gewoon 2 of 3 punten haalt. Hè? Ja, en dan van Jong PSV verliest. Bijvoorbeeld, daar sta ik helemaal niet van te kijken. Ja. Want Jong PSV, maar daar komen we zo wel op. Jong PSV is namelijk gewoon een goed team. Maar ja, goed. Dat klopt. Als je zou zeggen, van, dan moet je daar bang voor worden. Nee, dat nou ook weer niet. Maar dan, je moet daar niet met de open ogen inlopen, zeg maar. Mm-hmm. Dat moet je niet doen. Wie er wel heel erg uitstak, vond ik weer Van den Berg. Air for Jean. Yep. Echt alles achterin. Ja. Veel passes die tussendoor gegeven werden onderschept die. En Kocielnik vond ik ook heel goed voetballen. Kocielnik, maar dat is gewoon een hele goede voetballer. Ja, dus eigenlijk als je het zo ziet, als Kemper ook zich wat minder bezighoudt met de randverschijnselen rondom de wedstrijd en zich lekker laat concentreren op de linksbackpositie, heb je eigenlijk helemaal geen slechte verdediging. En dan sta je er dan ook van te kijken dat je zoveel goals tegen krijgt. Ja, maar het aantal tegendoelpunten is al aan het dalen, hè, gemiddeld. Ja, dat klopt. Daar denk ik dat Van Gastel daarmee bezig is. En dat doet hij best goed. Ja. Of best goed, dat doet hij gewoon goed. En dat hij daarna zich pas zorgen gaat maken over de aanval van NAC. Ja. En daarvan zijn we volgens mij afhankelijk van de komst van Omarsson en die andere, CDU. Ja. Ja, zeker. Maar CDU gaat wel langer duren. Het zal wel in 2024 worden wanneer die weer terug is. Maar daar komen we straks in de Grabbelton nog wel even op terug. Ja. In de staat van de selectie. Wel een leuke, een interessante van Jan van den Berg. Die had afgelopen speelronde de meeste balheroveringen van de hele KKD. Kijk, dat bedoel ik. 113 in stuks. Dus, maar onze Jan is wel een beetje onverzettelijk aan het worden. Ja. Hè? Of is, ja, straalt ook wel uit. Ja. Ja. Dat straalt Kemper ook wel uit. Ja. Maar die gaat af en toe door zijn onbezouwenheid, hoe noem je dat? Ja, nou, dus eigenlijk is hij gewoon stik fanatiek. Ja, ja, wat dat betreft is het een speler die we graag bij NAC zien voetballen. Ik wou zeggen, ik zie hem graag voetballen. Dus, maar af en toe draaft hij nog eens een keer. Dat zie je ook aan die tweede gele kaart die wedstrijd of twee geleden kreeg. Ja. Na de 90ste minuut. Ja, hè? Laat, dan, dan denk ik ook van, ja. Hij laat niet met zich zollen, hè? Hij laat niet met zich zollen. Nee. En dat gaat soms ten voordele van de ploeg, maar ook wel eens een keer ten nadele. Dus, je moet het overigens geen 11 voetballers alle Kemper hebben. Nee, zeker niet. Want dan ga je er onderuit. Zeker niet. Zeker niet. Maar je moet wel, al heb je er maar 1 of 2. Ja. Maar Kemper is wel, ja, hij heeft wel iets, vind ik. Iets maar, onverzettelijks. Ja, maar we hadden het straks even over Onkba. Ja. Ik denk dat we die toch even een compliment moeten geven. Want we hebben in de weken daarvoor aangegeven dat hij eigenlijk te weinig terugverdedigt. En weinig verdedigende capaciteit heeft. Maar de afgelopen wedstrijd tegen Den Bosch heeft hij er toch op een gegeven moment een paar goed achterhaald. Waardoor de aanval van Den Bosch eruit werd gehaald. Klopt. Dus ook zijn verdedigende taken deed hij nu prima. En dat zie je dan toch. Dat als je de meeste goals een beetje nakijkt van die NAC tegen heeft gekregen in de afgelopen 5-6 wedstrijden. Pak bijvoorbeeld maar even de goal van Jong Ajax van Gods. Die eigenlijk vanaf het middenveld eigenlijk in kan dribbelen. Niemand weet wie erop gepakt moet worden. Achteruit. En vooral wanneer spitsen zich uit de voorste geleding terug laten zakken naar het middenveld. En dan ineens opstomen. Dan lijkt het erop dat niemand weet wie hem aan moet pakken. En dat was ook de tegengoal die je tegen, of eigenlijk de 1-0 voorsprong van Jong Ajax op dat moment. En dat zijn wel meer goals die we tegen hebben gekregen. Dus als we dat, verdediging staat nou goed. Als we dat middenveld aan het voetballen krijgen en beschikbaar maken dat de mensen van achteruit ook hun bal weg kunnen. En ze pakken ook, in ieder geval de twee centrale middenvelders pakken hun verdedigende taken mee op. Dan moet het straks met Omarsson erbij en eventueel Seju hebben we gewoon een heel goed elftal. Het zou best kunnen dat dat de reden is dat Janosek niet op 10 wordt gezet. Die is gewoon verdedigend te zwak. Laat de makkelijkste man lopen. Ja, maar je kunt ook met hem in de punt vooruit spelen. Ja. En dan zet je er een verdediger achter die de gaatjes dicht moet lopen. Klopt. Wat Leemans ook in het verleden deed. Ik zou zeggen vet. Ja. Of een combinatie van. En je hebt ook Gil nog, je hebt Staring nog. Je hebt voor mij genoeg mogelijkheden. Ja.
Akko Kiel van me een beetje tegen, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Die maakt de belofte niet echt waar, als ik het heel eerlijk mag zeggen. Ondanks dat ik het een hele goede voetballer vind. Maar die moet echt nog iets doen op handelingssnelheid. Ja. Want je kunt in de keukenkampioendivisie en zeker ook in de hogere geledingen, heb je geen tijd om die bal aan te nemen, goed te leggen en dan pas te schieten. Of dan pas te gaan kijken aan wie je hem kwijt kunt. En dat zie je bijvoorbeeld bij een Starink en bij een Leemans. Op het moment dat die de bal aangespeeld krijgen, kijken ze al achterom van wat er in hun rug gebeurt. Zodat ze weten wat ze kunnen doen. En dat is dat, toch dat extra stukje ervaring wat je op het middenveld vooral krijgt. Vooral Starink vind ik daar goed in. Ja, ja. Maar die moet zijn aanvallende spirit nog even terugkrijgen. Ja. Want die hebben we natuurlijk gehaald. Maar die leidt weinig balverlies, hè? Dat op zich wel. Maar nogmaals, het grootste punt waarom ze hem gehaald hebben bij NAC natuurlijk, was ook dat hij de steekpaas richting voren kon geven. Voren. En het spel kon verdelen richting voren. De verbindingsspeler. En dat is vlak voor zijn blessure. En ja, nu na zijn blessure mag je hem er nog niet op afrekenen. Want wat heeft hij gespeeld? 2,5 wedstrijd misschien. Ja, en allemaal invalbeurten. Dus, maar als hij het voor elkaar krijgt om inderdaad weer 100% fit te worden en weer happy in zijn spel. Ja, nogmaals, dan gaan we op het middenveld daar ook weer veel plezier aan beleven. Ja. Ik wil nog even één ding noemen. De vrije trap van Janosek vlak voor tijd. Oh, fantastisch. Die laat even zien dat hij een traptechniek heeft. Ik zeg, Jens, we hadden een nieuweling naast ons. Ik zeg, zet ook bier maar weg, want deze gaat erin. Ja, dat scheelt echt niks hoor. Ja, geweldige vrije trap. Oh. Geweldig genomen. Ja. Alleen jammer dat hij op het blad schiet, maar de rest... Dat klopt. Maar wat dat betreft ook, hè, het zoeken van een vrije trap rondom de 16 gebeurt bij NAC ook veel te weinig. Klopt. En daar kun je toch met spitsen zoals Boeren, die zijn bal aanneemt, hè, draaien slim weg, vallen eens een keer over een uitgestoken been. Want je hebt zowel Leemans die een goede traptechniek heeft en een goede vrije trap kan nemen als Janosek. En dan zou je ook vanuit die situaties wat meer doelkansen kunnen creëren. Ja. Helemaal mee eens. Als de wedstrijd niet loopt, kun je terugvallen, vind ik, op dode spelmomenten. En ook corners, wat NAC ook wel aardig in is. Tellen we nog steeds zo. Ja, want ze hebben natuurlijk onze Jan, hè. Dus, nog steeds de goede trappers in de selectie. Ja. Maar ook met Haugen heb je een kopsterke spits in principe. Ja. En dan is het jammer dat de links en de rechts buiten eigenlijk op tegengestelde positie staan, waardoor ze de achterlijn niet halen. Ja. Ik vernoem altijd Peter Remy, die natuurlijk gauw, die kon ook vanaf de middenlijn zo'n bal geven trouwens hoor. Maar dat was toch een jongen die de achterlijn kon halen. Ja. Abdelouis in zijn hele goede tijd ging eigenlijk niet anders dan richting de achterlijn. En dan zag je toch dat die kopsterke spitsen in konden lopen op zo'n bal. Dan heb je veel meer kracht. En, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar de achterlijn halen is tegenwoordig bijna niet meer bij. Nee, je ziet bijna nergens meer. Nee, je ziet bijna helemaal nergens meer. Nee. En je moet juist spelers hebben die iets eerder voorzet kunnen geven. En dan verwijs ik graag even naar Martijn Reuzer. Yep. Die kon er namelijk heel goed. Martijn Reuzert. Ja, Martijn Reuzert. Ja, hallo. Ja. Oh nee. Dat is Amsterdam. Ja, dat is Amsterdam. Ah, maakt niet uit. Maar laat ik het zo zeggen, het was niet best. Maar er zit, gezien de ontwikkeling van een aantal spelers en dat iedereen weer fit wordt, zit er gewoon wel perspectief in deze club. Zeker als je hopelijk straks met Haugen en ik zeg altijd de mannen van de ketchup van BN De Stem noemen het altijd ketchup effect. Maar daar zijn wij mee begonnen. Maar hun herhalen het de laatste tijd constant. Ik kan het zeggen, om precies te zijn, de voorzitter van de Breda Locos is daar kijk daar komt dat vandaan. Als je dat ook ziet, laat hem nou weer lekker invallen. Laat hem eindelijk zijn eerste goal eens gemaakt hebben. En ik zou zeggen, laat hem gewoon starten met twee spitsen voorin. En wat hangende middenvelders aan de linker en de rechterzijde. Gaat volgens mij best goed komen. Mm. Ik hoop het. Ik hoop dat je na maandagavond nog steeds zo praat. Ja, maar ik heb Jong PSV zien voetballen een aantal keer. En wat dat betreft is het gewoon, of het is alles of het is niks. Dat is waar. Maar het is wel een ploeg die je gelijk van begin af aan onder druk moet zetten. Ja. Dus je moet eigenlijk terug naar de gegenpressing van Ibala om die jonge mannetjes onder druk te zetten. Ze doen achterin wel eens rare dingen. Ja. Dat zo zeggen. En dat betekent gewoon met twee spitsen dat je er gewoon... Ja, gewoon volg op. Ja. Ben ik helemaal met je eens. Dus, Even doorpakken naar het volgende item. Als we toch langzaam over de selectie aan het praten zijn. En we hadden het net ook over Staring. Hè. Was die nou eens gewoon eens lekker vrij in zijn hoofd weer. Vrij van blessures. En vrij van rare trainers.
weer kan voetballen. Dan hebben we daar een hele nuttige middenvelder aan. Ja, echt wel. Maar hij gaf in het laatste interview met BN De Stem even een inkijkje in hoe zij de laatste maanden eruit hebben gezien. Zoals ze dat zeggen, mentaal zware maanden voor NAC middenvelder Kasper Staring tijdens de zoektocht naar erkenning. Hele dag zeurende pijn, zei hij. Op zoek ook naar erkenning voor überhaupt dat hij had een wat lichte blessure, lichte pijntjes. Waar zo binnen de medische staf nog niet echt een goed antwoord op gevonden kon worden. Of werd gegeven. Wat hij dan ook wel persoonlijk veel last van heeft gehad. Hè? Van, nou, ik kon nooit vol 100%. En dan word je niet altijd goed begrepen. Hij heeft destijds die wedstrijd tegen FC Eindhoven. Hè? Dat debakel daar in Eindhoven. Oh ja. Dat hij al de eerste helft na 40 minuten... Die was ik alweer vergeten. Ja, dat soort wedstrijden vergeten we allemaal al te graag. Dat hij op eigen verzoek vanwege... Ja, hij kon niet meer door de pijnen heen spelen. Naar de kant is gehaald. En daar is weer een nieuwe herstelperiode weer aangevangen. Nou is hij er gelukkig weer redelijk vanaf. Maar het geeft wel weer aan van... Dat is natuurlijk wel medische staf oud nieuws. Want ze zijn natuurlijk wel een beetje aan het doorontwikkelen in de medische staf. Maar je ziet wel hoe we weer een paar stappen achterlopen... Door dit soort geneuzel. Ja, die jongen moet wel ritme op doen. En ik denk dat het dan wel goed komt. Ja, dat is zeker wel goed. Hij geeft het zelf ook aan. Hè. Hij is vanaf juni of zo. Heel die zomer is hij geblesseerd geweest. In oktober is hij pas weer terug kunnen spelen. Mee kunnen trainen. Ja. Met een half nieuw team. Die ook weer hem moeten leren kennen. En hem moet zijn speelstijl moeten leren herkennen. En aanpassen. Kijken hoe zijn looplijnen zijn. Met elkaar een nieuw automatisme weten te vinden. En zodra dat goed en wel gebeurd is. Kwam hij weer in de volgende ellende terecht. Altijd bijzonder weinig balverlies. Ja, dat is waar. Dus weliswaar kiest hij dan veel voor zekerheid. Ja, veel risicovrije acties. Ja, ja. Daar ben ik mee eens. Ja. En als hij iets meer de weg naar voren mee te vinden, is dat gewoon een goede voetballer. Ja. Ja. Maar eigenlijk zitten hij en Janusek elkaar in de weg, hè? Ja. Ja. Eigenlijk zijn twee spelers voor dezelfde positie, want je moet ze niet als verdedigende middenvelder gebruiken. Is Staring meer een controleur? Ik vind Staring meer een controleur. Ik vind Janusek meer een echte pure aanvaller. Wel, maar Staring is toch ook gehaald om de paasjes te geven en de tussendoor te spelen. En dan kan je niet als je constant achter de middenlijn moet spelen, net voor je verdediging. Nou, dat ik zou meer zeggen kan dat wel, hoor. Meer zeggen dat hij met Leemans meer concurreert. Ja, dat denk ik ook. Ja, dan zijn je met twee controleurs. Maar Leemans zou nog uit kunnen wijken naar de linker middenvelder. Hè. Dus die heeft een meerdere positie. Kan zelfs nog links buiten spelen, denk ik. Met zijn traptechniek moet hij die voorzetten gewoon goed kunnen geven. En dan hoeft hij niet, nogmaals, de achterlijn niet te halen. Nee, de voorzet kan gewoon eerder komen. Hij kan ook gebruik maken van Kemper, hè, die er regelmatig overheen komt aan de linkerzijde. Ja. En dan is hij degene die hem vasthoudt. En of de vroege voorzet geeft, of langs de lijn meegeeft aan de Kemper die er overheen dendert. Dus ik vind dat je toch heel veel mogelijkheden hebt. Dat heb je ook. Je hebt wel zat mogelijkheden. Maar goed. Daar ligt het probleem niet. Ja. Nou goed, Van Gastel is ook zoekende, denk ik. Ja, nou ja, dat is daar is zoekende. Hij heeft in ieder geval achterin, in ieder geval met de terugkomst van Martina, toch weer wat meer vastigheid achterin weten te krijgen. Hij is sinds de terugkomst van Martina nog één of twee wedstrijden doorgegaan met zijn vijfmansverdediging. Ja. Daar heeft hij vanaf kunnen stappen. Dat was ook wel een regelrechte belediging dat je met vijf verdedigers tegen jonge SC Utrecht moest. Hè? Ja. Ja joh, dat hoeft nou toch niet meer. Ik dacht dat we er eerder van afgingen. Dan kun je er nog alsnog een puntje uitslepen. Maar nou kun je de linies verder gaan kijken als achterin inderdaad alles heel blijft. Dat is daar begint nou meer vastigheid te krijgen. Hij is volgens mij per linie aan het opbouwen. Ja. Heb ik zo het gevoel. Ja. Hè? Maar het idee. Maar, en hij heeft de achtste linie inderdaad staan. Ja. Ja. Maar we speelden toch in die periode ook dat we met vijf verdedigers speelden. Speelden we eigenlijk met drie man voorop. Ja. Dus dan is de automatische optelsom dat je op het middenveld een mannetje tekort komt. Ja. En daar werd NAC natuurlijk in de afgelopen periode regelmatig overlopen. Klopt. Of kon daardoor niet de druk op de tegenstander krijgen. Ja. En denk ik als je een aantal wedstrijden terug gaat denken, dat grotendeels de oorzaak is geweest waarin het elftal in onbalans is geweest. Klopt. Ja, ik zeg altijd, je wint de wedstrijden op middenveld. Ja. Daar, als je die slag weet te winnen, dan meestal lukt het voorin ook wel. Mm-hmm. Ja. Maar we zijn centraal in de verdediging zijn we toch nog wel erg kwetsbaar. Want ik denk Van den Berg, die doet op zich goed. Vormt een goed team met Martina op dit moment. Ja. Maar ja, Martina
vind ik nog niet 100% terug zoals hij afgelopen jaar heeft gevoetbald. Ik vind hem dat wat minder. Heeft lijkt een klein beetje snelheid ingeboet. Maar ze komen daardoor wel ouder, hè? Ja, 34 is hij volgens mij. Dus ja. Wat dat betreft. Maar ja, dat betekent wel als je straks weer wat meer aanvallend voetbal gaat spelen en wat hogerop gaat spelen, dat je natuurlijk met de lange bal van de tegenstander naar voren weer kwetsbaar gaat worden. En dan komen we weer op het punt waar je er straks over had. Hè? Wat gaan we doen met een eventuele aankoop in de winterperiode? Maar dan moet je daar een stabiele keeper voor hebben. Die dan van mij wat betreft niet zo heel erg goed op hoge bal hoeft te zijn. Maar die moet wel die ruimte kunnen bestrijken die achter je verdediging komt te vallen. Is één aankoop voldoende? Is één aankoop voldoende? Ja, wat kunnen we dan leunen op de terugkomst van Omarsson? Hè? Ja. Ik vind het best wel een... Ja, maar dat is een aardige gok. Ja, dat is een aardige gok, ja. Dat is een hele aardige gok. Maar klopt, want de vraag is dan maar of hij op het niveau terugkomt. Ja, precies. Ben je weer wedstrijd fit? Heb je je ritme weer te pakken? Ja. Dat zal, denk ik, even duren. Ja, maar je mag ook niet van Omarsson verwachten dat als hij terug is, dat hij er gelijk staat. Nee, maar ja... Daar heb je te weinig wedstrijdritme voor. Klopt. Zeker na zo'n hele lange periode. Want hoe lang is hij al aan het sukkelen sinds de na-competitie van het afgelopen jaar? Dat staat er vorig jaar al. Praten we over eind mei. Er staat er vorig jaar al wedstrijden bij dat hij niet hoorde te spelen, hè? Nee, precies. In de play-offs, hè. Was hij ook met een hoop labwerk, halfwerk. Emmen. Ja, Emmen. Dat hij in één keer wonderbaarlijk toch weer was. Ja. Nou, had hem alsjeblieft maar aan de kant gehouden. Ja, daar had je beter gewoon een goed, nou in ieder geval een gezonde spits in kunnen zetten. Ja. Te vroeg fit verklaard. Ja. Maar ja, een linksback positie blijft nog steeds link. Want naast Kemper heb je ook geen echte andere optie, denk ik. Nee, ik vind Wernersson absoluut niet. Dat vind ik geen linksback. Nee. En Kemper heeft nu al 5 gele kaarten. Dus die gaat nog wel. En gezien zijn speelstijl, niks mis mee overigens. Gaat er nog wel mee komen. Ja, die ga je denk ik. Want iedere kaart gaat er. Je krijgt nou 2 gele kaarten erbij, ben je volgens mij. En daarna iedere gele kaart ben je weer geschorst. Oh, als, dus je op 7, als je op 7 ja, zit. Ja, ja, ja. Nou, dan zit hij zo op. Wow. Dus dan denk ik van dat je die nog 2 of 3 wedstrijden gaat missen. Ja, dat denk ik ook. Ja. Dit seizoen. Ja, reken maar. Nee, misschien is het wel goed om daar toch iets achter de hand te hebben. Ja. Op die flanken voor het tweede seizoen zelf. Ja. Ja, dat is wel een aardige. Hey, we hebben het over Omarsson gehad. Want daar komen wel geluiden. Dat zal niet vanuit NAC zelf komen. Want die zijn er heel erg huiverig voor om daar bekendheid aan te geven. Of in ieder geval daar een uitspraak over te doen. Over datums hangen aan rantrace van geblesseerde spelers. Zijn we wel eens vaker tegen de muur aangelopen met dat soort dingen. Ja. Dus, maar via BN De Stem, Jan en Blanco, die riep het in de laatste keer. En in de krant. Het zou wel eens denkbaar kunnen zijn dat hij voor de winterstop zijn rantrace gaat maken. Zo. Ja, het zou mooi zijn als hij tegen Willem II even de wind binnen schiet. Dat zou wel een mooie tractatie zijn. Dat bedoel ik. Dan kan hij zijn eigen tracteren en onze. Ja, inderdaad. En daarna onder de kerstboom gaan rusten. Juist. Ja. Keurig. Nou, het is maar korte rust hoor. Ja, dat is wel zo. Het is niet heel groot. Want ze gaan ook op trainingskamp. Ja, naar Sevilla. Oh. Sevilla. Ja. Goed weer dat toch? In Goedelje. Ik zit te kijken. Ik zit ook in een groepsappje met Sevilla Away. Misschien gaan we wel naar Sevilla toe. Oh. Kijken of daar wel een wedstrijdje mee kunnen pikken. Wie weet. Ja, want ik zal even kijken. De 22 december is de laatste wedstrijd thuis tegen Willem II. En dan beginnen ze 12 januari alweer uit bij Emmen. Ja. Dus, dat is meteen. Er zitten maar 20 dagjes tussen. Even kort. En daar zit nog een trainingsweek bij. Dus veel vrij zullen de mannen niet hebben, denk ik. Nee, weinig tijd om oliebollen te eten. Ja. Maar ja, dan is het weer... Wie we trouwens nog helemaal vergeten zijn, Garbert. Wat vond je die van? Want die kwam natuurlijk terug na een blessure. Ja. Ja, ook die denk ik dat hij een iets betere positie in het elftal kan hebben. Vermoed ik. En dan zie jij een? Ik zie hem meer hangend aan de rechterkant spelen. Want ik vind de combinatie met Koscielny vind ik altijd wel goed. En zijn diepgang, zijn drang naar voren en zijn loopvermogen. En als je al die middenvelders wil opstellen, dan zie je hem liefst nog als rechtsbuiten in plaats van Kuipers, denk ik. Ja, maar dan wel niet puur rechtsbuiten, maar een beetje hangend. Ja, het is wel jammer dat je kan die jongen niet misgunnen. Zijn interlands. Maar elke keer als hij terugkomt van Interland, dan zijn niet zijn beste wedstrijden vaak. Nee, dat klopt. Want hij speelt ook dan weer meteen. Ook al heeft hij 3 dagen tevoren tegen Ierland gespeeld en gescoord. Ja. Maar de wedstrijd erop met zijn eigen ploeg. Als je zo de scores ziet, zo de waarderingen van de teams.
dan zie je dat Garbert ook wel een van de laagste waarderingen krijgt. Met een 6,6 bijvoorbeeld. Waar bijvoorbeeld een Janusek een 8,1 krijgt. Ook Boeren was trouwens ook niet altijd de beste. Dat was een 6,4. Maar goed, het waren geen uitschieters, zeg maar. Dat zijn niet altijd de beste. Nee, ik moet zeggen dat ik hem wel eens beter heb zien voelen. Ja, dus dat zijn dat wel, geef ik heel eerlijk toe. Dat is wel een leuke en aardige internationals hebben in je team. Maar het is niet echt heel praktisch. Nee. Dat moeten toch wel keuzes worden gemaakt. Of ja, of laten we hem dan niet spelen. Laat iemand anders spelen die wel het verschil kan maken. Dat heeft Kamer dus niet kunnen doen. Maar ja, dat is een keuze van Jean-Paul van Gastel. Als je weet van ja, hij heeft 3 dagen hiervoor nog een interland gespeeld, volledige wedstrijd. En ja, hij gaat met NAC weer gewonnen, volledige wedstrijd. Ik snap dat pakt niet altijd altijd best uit, blijkbaar. Ik snap van Gastel wel, want Gabert is in potentie gewoon een hele goede voetballer. Ja, ja, zeker. Hij heeft maar 1 of 2 momenten te hebben en hij maakt het verschil voor je. Ja, maar dat heeft deze wedstrijd. En daar gokt van Gastel ook op. Ja. Nou, maar ook een beetje eigen gereide voetballer als je de moet geloven. Lastig gekneedbare jongen. Ja. Dus, ja. Maar misschien moet hij net als Jiménez van Feyenoord die spits gaan zwemmen. Als hij van de interlandperiode terugkomt. Ik hoor het, ja. Gewoon even elke ochtend een beetje gaan zwemmen. Elke ochtend een beetje zwemmen, spiertjes losmaken. En jet dan, lekker uit. Ja. Jet lekker uit en dan gewoon lekker presteren weer. En dan gewoon 3 binnen schieten. Ik kan dat aanbevelen. Jury ook. We hebben toen is echt bij weekendje Volendam. Hè, vrijdag misschien Volendam. Wel goed voor Jury nou op dit moment. Die ja, ja, ik kan het helemaal. Ja, precies. Lekker Jury zwemmen in het IJsselmeer. Hey, lekker, ja. Oh nee, dat bestaat niet meer. Hij weet het als geen ander. Nee, echt, weekendje Volendam is vrijdag Volendam. Hè, daar zo aan de dijk. Ja, en noem maar op. Ja, maar natuurlijk een huisje daar. Zo in die Roompot daar. Oh. En die Marina Park. Natuurlijk tot maandagochtend gebleven, maar echt een kater van je welste. Het beste wat je dat kan doen daar in dat zwembadje zou lekker die kater eruit zwemmen. Perfect. Je kip lekker daarna. Lekker met de kater. Oh, je bent toch wel in het zwembad gaan zwemmen? Ja, zwembad. Nee, ik dacht IJsselmeer. Nee, ik ben niet vanuit het huisje zo het IJsselmeer ingezwommen. Ja, dat dacht nee. Even de afsluitdakken aan tikken en weer terug. Ja, hij ging even van Volen dan naar Marken en terug. Hè? Dus, ja. Wat normaal gesproken met de rondvaartboot gaat, dat gaat dan gewoon... Ja, ik zie kansen erop. Lekker zwemmen. Ja. Ik mis het wel, hoor, die uitstapjes naar Volendam. Volgens mij is dat echt wel iets van de verleden tijd. Want dan doen ze Volendam, zitten ze er ook niet meer op te wachten, die hordes mensen. Ja, maar aan de andere kant, als ze zo blijven rommelen bij Volendam, spelen ze volgend jaar gewoon keukenkampioen divisie. Ja. Dus als we het niet halen, dan kunnen we dan weer gewoon naartoe. Volgens mij is Jan Smit vandaag zijn laatste werkdag, hè? Ja. Vandaag officieel zijn ontslag gekregen. Ja, die is al opgestapt voordat hij weer buiten is. En mee in zijn val heeft hij ook nog eventjes de directeur last minute nog even op non-actief gezet. Ja. Mooie pijn op daar, hoor. Ja. Nou, wie zal het trouwens gaan degraderen? Vitesse of... Vitesse. Vitesse en Volendam. Vitesse is wel heel erg zwak. Ja, dat komt niet in, zeg. Jij bent altijd heel goed in het herkennen van alle symptomen van een echte degradant, hè? Ja, Vitesse, dat is er een, want die zijn heel erg zwak. Dat elftal zit totaal geen beleving in. Dat publiek zit geen beleving in. Ja. Ja, die kunnen zo, zoals ik altijd zeg, richting zwarte Bundesliga. Ja. Dat is, ze kunnen altijd Holiday on Ice gaan organiseren daar. Dan doen ze gewoon de boel overkappen. En dan kunnen de prima ballerina's tegenaan. Hoor. Dus, ja, je ziet daar waarschijnlijk, denk ik, dan nu slechter gaat. Toeschouwers, het aantal neemt daar ook af en zo. En dus die huiskamer wordt steeds leger. Het is steeds ongezelliger. Het is gewoon helemaal niks. Kortom, Vitesse is gewoon een baggerclub. Maar ik heb nog wel een bruggetje voor je. Oh. Want we hadden het net over Omarsson. Hè? Of die terugkomt op zijn huidige niveau. Ja. Maar de nieuwe spits die is al vastgelegd natuurlijk door NAC afgelopen week. Ja. 2,5 jaar. Rashid. Rashid. Eindelijk een contract gekregen natuurlijk. Ja. Wel een leuk spitsje. Ja, die zagen wel leuke dingen doen in de voorbereiding. Ja. Hè? Die viel wel op. Die was gewoon lekker bewegelijk. Ook tegen Zundert al meteen. Bewegen. Had hem gewoon op moeten stellen tegen Zundert. Door Hiballa ooit benoemd met de legendarische woorden... Gangster in the box. Geweldig. Gangster in the box. Fantastisch. Ja, dat is Hiballa, dat kan zeggen. Ja. Maar het is een klein groeibeurtje. Maar daar zul je heel voorzichtig mee om moeten gaan. En moeten polijsten. Maar er zit wel wat in. 2,5 jaar. Best, spreekt wel redelijk wat vertrouwen uit. Ja, dat is ook zo. Maar hij was ook een van de laatste van die lichting die echt een contract gekregen heeft, hè? Ja, ze hebben niet echt met de contracten gestrooid de laatste tijd. Overigens, bij Den Bosch zagen we nog een oude bekende. Ja. Invallen in de pakken bij de laatste minuten. Hij kreeg het voor elkaar om 4 grove overtredingen binnen 6 minuten te maken. Niet van niks, denk ik. Meneer Kotzebue. Ik vond het wel opvallend, want hij was... Ik had de voorbeschouwing geschreven op de rat. Ik zei, een wederzien met Vieri Kotzebue zal het wel niet worden. Want zijn laatste wedstrijd was... eind september of zo. En mee stond hij weer op het veld. Ja. Maar
wij allemaal, wie is dat? Dat is onze Viri, hè? Dat is onze Viri. Ja, maar weet je wat het is? Je ziet toch dat trainers dan toch oud-NAC-spelers brengen in de tweede helft. In de hoop van misschien dat er wat venijn nog misschien zit. Misschien neemt hij wel wraak. Maar die vloek is wel een beetje gaan liggen, hè? Want er gebeurt niet zo heel veel meer. Nee, dat klopt. We moeten nog naar Den Haag. Ja, ik wou net zeggen, Van der Zanden gaat het doen, hè? Die gaat het doen. Ja, maar Van der Zanden. Hilterman. Ja, maar Van der Zanden kun je toch ook niks van zeggen. Want die heeft 5 wedstrijden, 6 wedstrijden niet gescoord. Klopt. En dan afgelopen weekend ramt hij er 3 in. Heel mooie goals trouwens. En hij scoort de meeste doelpunten tegen jongploegen. Hè? Ja, dat is Tegen top 5 clubs. Misschien dan zeggen, wij zijn kunnen we hem huren voor jong PSV. Wij zijn tegenwoordig een linker rentje ploeg, hè? Dus wij zijn daar te goed voor. Ik hoorde in de gekenpressing, zeiden ze van nou, tegen top 8 speel... scoort hij toch nooit. En wij zijn nu top 7. Dat bedoel ik, wij staan 7. Dus Van der Zanden, die heeft geen schijnvakant. Nee. Ik reken jou over 3 weken wel af. We hebben immuniteitssleutel. Zitten we toch een beetje beteuterd te kijken als hij er 3 in schiet. Dat weet ik wel zeker. Ja. Hey, Marcel, we hebben gisteren was wel leuk, hè? NAC Museum, Sportvereniging, Toren 3 met brede loco's en front spandoeken, toestanden, hartstikke leuk. Want jaarlijks is dat waar ik die staan nog op mijn shirt. Brede loco's. Ze waren wel... represent het uitvak bij Feyenoord. Uitvak Feyenoord 02. Ja, klopt. Kennen ze meteen. Nee, jaarlijks gaat de selectie, inclusief technische staf, maken een zogenaamd... kennismakingsrondje. Normaal is dat eigenlijk begin september of zo, als het een beetje goed weer is. Maak ik nog even een boottochtje. Om eventjes kennismaking te maken met allerlei geledingen, supportersgeledingen dan wel te verstaan. En dan zijn we afgelopen woensdagmiddag om 1:30, 2:00 begonnen bij de supportersvereniging. Daar heeft Ad van den Bent even een praatje gedaan. En iedereen welkom geheten. Daarna werd de ploeg gesplitst in 2 groepen. De een ging naar het NAC Museum en de andere ging met mij mee naar... naar de toren en in onze honk waar wij onze acties voor in het stadion, sfeeracties voorbereiden en de spandoeken groepen bijeen komen. En die groepen die wisten nog wel een paar keer. Maar we hebben wel leuke dingen gezien heel die dag. Leuke groepen, maar ook wel rare dingen. Maar ja, dat hoort ja, er maar wel, ze waren wel redelijk geïnteresseerd. Ja. Ik heb begrepen dat het ook wel eens anders is geweest. Ja, klopt. Dus dat spelers allemaal op een telefoon keken en zo, maar dat was nu absoluut niet. Nee. Een erg geïnteresseerde, Marijnissen? Thomas Marijnissen, ja. Ja, die weet gewoon veel. Je kunt gewoon zien, kunt gewoon voelen, dat is een Bredaarse jongen. Ja. En als die jongen van NAC. Als hij niet op veld zou staan, staat hij in de toren om die dingen te spuiten. Denk het ook. Maar dat is echt een NAC-manneke en die weet ook veel. En die vraagt, die is geïnteresseerd en die ademt gewoon NAC uit. Mm-hmm. Ja, ik had er bij mij, wat ik dat met, ook voornamelijk met Tijn Troost natuurlijk. Tijn die... Die heeft vroeger ook wel eens wat spandoekjes opgehangen. Dus die kent die ruimte en zal. En die kent ook genoeg jongens ook van front. En dus die kende de weg al wel een beetje. En, dus die hoef ik ook niet weinig uit te leggen. Die stond bijna zelf door een rondleiding te doen. Zo bijna bij wijze van spreken. Maar ik had ook inderdaad wel leuke, goede, geïnteresseerde gasten. Met name in de eerste groep die ik mee rondleidde. Als ik het volgend jaar zou doen, dan zou ik het anders hebben gedaan. Want ze kregen wel heel veel informatie, droge informatie. Ja, dat is bij ons ook. Volgend jaar zal ik ervoor pleiten dat we iets meer in interactie gaan zoeken. Want ik kan ze bijna niet kwalijk nemen dat ze op een gegeven moment wel een beetje in slaap vallen. Want ze hadden wel een stevige training die ochtend. En het was wel lastig om ook echt de aandacht erbij te houden op het moment dat je een PowerPointje kan voorgedragen. De rondleiding in het Engels. En dan is dat sowieso al een stuk moeilijker. Ik ging kapot met mijn Engels. En die gaf jij? Die gaf John de Leeuw. Ja. Ik vulde af en toe aan. Ja. Dus dat is beter. Want mijn Engels is niet zo denderend. Ik liet me ook aanvullen. Ad van der Bent ook in het begin. Die stond ook het Engels. Eventjes wat elkaar een beetje aanvullen. Hoe zeg je dat ook weer in het Engels? Het liefst zou je het in het Nederlands doen. Maar dan kom je er zo. Dan kom je vooral toch wel overtuigender over. En dan kan je de aandacht wel beter vasthouden. Ja. In elke groep hadden zo 4 of 5 niet-Nederlandstaligen. Klopt. Want de voertaal is gewoon, Engelstalig. Er wordt ook geen efforts meer gestoken in Nederlandse cursussen, heb ik begrepen. Dat die jongens ook echt niet meer op Nederlandse cursus gaan. Hoewel, dat wordt wel misschien op eigen initiatief gedaan, heb ik begrepen. Dus bijvoorbeeld de Slowaak en de Tsjech, die beginnen eraan. Die zijn er ook redelijk mee bezig. Die komen er ook aardig mee uit de voeten. Maar ik heb wel wat in basis, maar... ik heb wel wat verbaasde blikken gezien. Ja. Want John, die noemde op een gegeven moment de
de recordspeler van NAC, John Carlsen, 421 wedstrijden. En Kayet die stond in die foto te kijken en die keek zo naar Carlsen en die geloofde het helemaal niet. Ja. Ik zeg, ja, dit is hem echt hoor. Dit is hem echt. Je mag hem even aanraken. Ja. Nou, ik had ook een paar jongens ook in de eerste groep. Ik zal nog geen namen noemen, want het is gewoon... het is allemaal wel discreet als het alweer zijn, maar die waren wel heel geïnteresseerd in van, ja, waarom wel en geen goaltunes en hoe zit dat met die cultuur dan en waarom wel geen mascottes en waarom verschillen jullie daarvan en wat is de motivatie erachter? En ja, als je dan geen opkomstlied hebt, wat, ja, die hebben wel een idee met bijvoorbeeld als je bij de warming-up naar boven komt. Daar vinden ze, hè, natuurlijk wordt ze toegejuicht door het publiek, maar ze zoeken nog een extra boost. Hè. Dus bijvoorbeeld dat er nog een extra spannend booming opkomstnummer is bij, als ze de spelers steunen bij de warming-up naar buiten komen. Daar zoeken ze zelf ook wel wat dingen van, wat kunnen we dat doen en wat wordt geaccepteerd en wat is een beetje binnen de kaders. Wordt dat gepruimd door het publiek. Hè? Want ik heb ook uitgelegd van ja, waarom hebben we geen goaltune? Ja, het is eigenlijk gewoon. Eigenlijk is het naar je publiek een soort belediging alsof je niet hard genoeg juicht of zo. Ja. Dat hebben we niet nodig. Zo'n goaltune, dat is een beetje Amerikaans. Dat mensen moeten worden entertained. En aan andere stadions doen ze dat. Omdat het stadion niet vol genoeg zit. Omdat er ook echt letterlijk niet genoeg geluid. Spontaniteit van de tribunes afkomt. Dat is bij NAC niet nodig. Maar NAC is gewoon puur juichen keihard als het fantastisch is en het doelpunt is geweest. Dan heb je bij NAC helemaal niet nodig. Dus nou, dat was wel enig begrip. Moesten ze wel eventjes laten inzinken. Maar het is wel goed dat die kennismaking er is. Dan kan je dat soort dingen gewoon één op één goed uitleggen. Daarna zijn we nog naar de KMA geweest. Of zij zijn naar de KMA geweest. Wij mochten uiteindelijk niet mee omdat de groep te groot was. Want we zouden aanvankelijk meegaan. En levensgevaarlijk, maar... vertel je dat pleeg je een aanslag. Ja, hallo, ja inderdaad. Zeg. Levensgevaarlijk. Ja, levensgevaarlijk. Je gaat toch een aanslag plegen op je eigen KMA? Dat doe je niet. Ze zullen vast wel weer vuurwerk bij hebben. Ja. Gaan ze weer gooien. En een bivakmuts. En een bivak gaan ze weer op hekken zitten en zo. En daarna gingen we naar de Old Dutch. Toen kwamen de groepen weer bijeen. En daar nog een biertje gedronken. En wat lekker gegeten. Hele goede ribs. Oh, fantastisch. En daar zijn we een beetje, is de groep een beetje rond een uur of acht een beetje ontbonden. Konden we een beetje meeten met die jongens praten. Is deels gelukt, want ja, lag ook een beetje onszelf aan warrel. Ik heb heel de avond met John Carlsen staan te praten. Goede gesprekken ook meegehad. En mijn buurman Jean-Paul van Gastel is ook tot het einde gebleven. Maar die bleef ook echt wel een goed ploeg in de gaten houden. Want waar gaan ze allemaal naartoe? Dat is wel een beetje, zou ik zeggen... Ja, dat is echt de trainer, de leider van het stel. Hè? Dat kun je wel zien van je kon ook zien van, nee, dat is een echte herder van de kudde. Die komt ook als laatste de trap op, achter zijn laatste speler aan, zeg maar. Ik ben benieuwd hoe dat met de carnaval gaat dan straks. Ja, ik ben benieuwd of dat hij ook om 2:00 s'nachts nog bij de dependant stond om daar spelers te controleren. Ja. Ze hadden vandaag een vrije dag, hoor, dus ze mochten een katertje hebben, maar... Maar dat ging wel even door. Ik ook trouwens. En wat ook opviel was... Ik had pubquiz in de catch. Dus, wat ook opviel was aan Molhoek. Die staat echt tussen de spelers. Die is gewoon one of the guys, zeg maar. Ja. En Lokhoff, die kijkt meer vanaf de rand toe. Of vanaf de zijkant toe. Ja. Nou, weet je wat het is? Als ik dat dan... Ze zit natuurlijk vlak onder me. Dus ik kan redelijk die bank in de gaten houden. Je ziet dat Van Gastel doet de aanwijzingen. Lokhoff doet de sneren richting de vierde man. Ja, en dingen. En pakt af, kan daardoor af en toe een gele kaart pakken. Molhoek zie je iedere keer opstaan op het moment dat het een standaard situatie is. Ja. Want daar is hij natuurlijk verantwoordelijk voor. Mooi, hè? En... Wat dat betreft zie je dat de taken toch goed verdeeld zijn bij NAC. En ze laten het ook toe. Maar het mooiste was, zal ik nog één ding zeggen over de wedstrijd tegen Den Bosch. Op een gegeven moment wilden ze bij NAC wisselen. Hougen kwam erin. En die vierde man die stond constant met die trainer van Den Bosch te ouwehoeren. Aan de zijkant, want die was allemaal misbaar aan het maken. En dat er gele kaarten gegeven werden. Die kreeg ook heel die man, dacht ik. En Karels die loopt naar hem toe en die zegt, denk ik in verkapte taal. Maar nogmaals, dat is een aanname van, kom godverdomme nou hier naartoe. Want je moet het bord omhoog houden, want we willen wisselen. We hebben geen zin in dat gezeik, weet je wel. Met die trainer van Den Bosch iedere keer. Dus dan zie je toch dat er bevlogenheid bij die mannen in zit. Aan alle kanten om gewoon een goed resultaat te behalen. En dat ze ook voor de ploeg gaan staan. Dus, dat is goed mooi. Zo. Goed zo. En Marcel, geniet zien de klok. Ga zo meteen wel een beetje tijd trekken, want Joep is er vanavond niet bij. Ik wil onze grote vriend natuurlijk horen. En welk sportpark het is. Ik zet even deze aan. NAC-praat, Grabbelton nieuws. Betaald, hè, voor de jingle. Ja, we gaan eerst de jeugduitslagen doen. De onder 21 wint uit bij VVV met 1-2. Zo. Dat vind ik heel knap. De onder 18 speelt gelijk tegen Groningen 1-1. De onder 16 speelt ook gelijk, maar dan tegen Zwolle. De onder 15, die veegt gewoon even Dordrecht 90 van de mat, hè, met 3-2. Hoppatee, gewoon doen, hè. En de onder 13, die verliest uit bij Ajax van de leeftijdsgenoten. Dat is dan weer jammer. Dan de mooiste uitslag deze week.
De onder 12 moet uit naar Sparta, of moest uit naar Sparta onder 12. En dan speelden ze gelijk 13-13. Wat heb ik gedaan, jongen? Ja, 13-13. Ja, goed. De onder 11, die wint van de onder 11-2 van PSV met 11-8. Dat vind ik knap. Zijn jury-uitslagen. Ja, dat zijn jury-uitslagen, ja. En de onder 11-2 van NAC, die verliest uit bij RBC met 1-0. Dat is allemaal jammer, hè? Ja. Dan gaan we naar het programma. Ja. Ja. Even kijken. Ik ga ervoor zitten, hoor. Oh, ja, de onder 11-2 moet naar ASWH. Voor degene die wil weten wat ASWH betekent. Altijd sterker worden, Hendrik Ido Ambacht. Ja, nou, dat kan ooit een quizvraag zijn. Wat betekent ASWH? Die gaat niet meer van mijn netvlies af. Ja, maar die spelen dus op Hekswiel tegen ASWH. De onder 11-1 speelt op Hekswiel tegen PSV. De onder 12 speelt op het sportpark Kalverhoek. Ja. Waar? Kalverhoek. Kalverhoek. Ja, maar zo kennen wij dat niet. Wij kennen dat gewoon als Weidewormer. Ja. Dus die krijgen de doop in Weidewormer tegen AZ. Hou even in de gaten dat er altijd waait en regent. De onder 13 die speelt op Hekswiel tegen PSV. De onder 14 speelt op vrijdag, jawel, uit bij Excelsior op Woudestein. Oh. Het mooiste sportpark is voor de onder 15. Want die spelen tegen AFC. En daar is een ambtenaar zeer creatief geweest. Sportpark, goed genoeg. Goed genoeg. Hoe verzin je het, hè? Ja. Het was goed genoeg. Dat is goed genoeg. De onder 16 speelt op de Bezelhorst. En de kenners weten dan, dat is bij de Graafschap. Yep. De onder 18 speelt tegen de combinatie van Twente en Heracles. En dat is er op het trainingscentrum FC Twente in Hengelo. Hallo, Cola. Hengelo, Cola, Popboot. Ja, en de onder 21 speelt op Hekswiel tegen Heerenveen. Oh ja. Nou, dan hebben we weer een mooi programma voor de jeugd. Zo. Dus ik zou zeggen, zoek je wedstrijd uit. Hé, jong PSV, laat daar eens over hebben. Ik heb trouwens even nieuwe info inderdaad. PD had ook wel eens even wat nagevraagd. Aanvankelijk was jong PSV NAC wel live op ESPN. Ja. Maar er was een wedstrijd verzet van de Graafschap Dordrecht. Die is nou naar maandag gegaan. Die is afgelast. Was afgelast. Dus inhaalwedstrijd. En die komt wel live. In plaats van NAC. Maar voor NAC is er nog even geen oplossing. Dus we gaan even kijken wat de Turk... Dat wordt op het ESPN gedaan. Gewoon niet. En zijn er nog kaarten bij de SV? Nog kaarten? Er zijn nog buskaarten. Dus kijk op de site volgens mij naktickets.nl of de site van de SV als je lid bent van de sportsvereniging. En Peli gaat in ieder geval ook met de bus mee. Dus we zijn weer goed vertegenwoordigd met deze studio bij die wedstrijd in Eindhoven. Nogmaals, onderschat het niet, hè, jong PSV. Want die kunnen best aardig voetballen. Maar jij zegt, is wel zo. Je moet gelijk onder druk zetten. Niet laten voetballen. Dan komt het wel goed. Maar laat ze voetballen. Dan laat ze even zien dat ze wel heel aardig kunnen voetballen. Mooi zo. Ja, dat zijn goede dingen. Hey, inderdaad, niet onderschatten. Wij moeten daar nog wat... ik heb nog 45 secondjes om wat tussenstanden... wat voorspellingen eventjes eruit te ratelen. Want er zitten er wel weer een paar leuke tussen. Zo zag ik Jury 1-5 voorspellen. Robert-Jan zegt 2-4. Ja, Tjerik zegt 0-2. Sander? 1-3. Ja, dat is wel een veilige. Toch weer het tegendoelpunt, hè? Marcel, ga je daar ook voor? Nee, 0-3. Maar we wederom de 0, hè? Ja, okay. Maar nu hebben we de smaak te pakken. Oké, okay. Ik ga voor weer wederom zuinige 0-1. Oh, dat is genoeg. Doe ik het ook voor. Ja, toch? Niks mis mee. Als maar 3 punten opleveren. Zo is dat. En Peli zegt 2-3. Dat heeft hem vorige week 1 puntje opgeleverd. En wie weet, maar laten we in ieder geval mijn winst afsluiten komende maandag. Yep. En dan doen we het weer goed. Hey jongens, tot volgende week. Sander, bedankt. Adieu. Tot volgende week. Adieu. Mede mogelijk gemaakt door Fanzine de Rad.